Hey jongens, terwijl ik dit opneem is het al 2:15 s'nachts. Ja, het is een beetje laat geworden. Ik had even bij mijn broers had ik een film gekeken. Dat was erg leuk. We hebben No Country for Old Men gekeken. Maar er zijn een paar dingen die ik wil bespreken nog eventjes zo laat in de nacht. Ik wil het even hebben over Xavi die in de belangstelling staat van Ajax. Ik wil het hebben over Leonardo DiCaprio die waarschijnlijk Frank Sinatra gaat spelen. In een biopic van Martin Scorsese, wat ik heel vet vind. En natuurlijk de degradatie van Vitesse, die 18 punten in mindering kregen vandaag. En dat is natuurlijk wel heel triest, want Vitesse is wel echt een eredivisieclub. Daar wil ik het even over hebben. Maar ik wil beginnen met Xavi, die in de belangstelling staat van Ajax. Martijn Beuker, dat is een algemeen directeur van Ajax. En best wel een hoog persoon, best wel die hoog in het bestuur staat. En die heeft gezegd in een interview dat die op zoek is naar een ervaren trainer met 3 complementaire assistenttrainers bij elkaar. Dus dat het een soort van groep wordt met ervaring. Die voor tactiek gaan, voor een winnaarsmentaliteit en voor een spelersontwikkeling. En ze zijn uitgekomen bij Xavi. Tenminste, als ik het moet geloven, ik kwam dus net thuis en toen zag ik dus staan van dat Xavi in de belangstelling staat van Ajax. En dat vind ik wel echt heel erg vet. Want ik vind Xavi echt een hele goede trainer. En hij heeft heel veel goede spelers bij Barcelona dit seizoen. Heeft hij de kans gegeven. En al die spelers bij Barcelona die renderen. Al die toppers. Al die gasten van 17 tot en met 20. Dus dat is mooi om te zien. Dus wat ik wil zeggen. Xavi die spreekt een aardig woordje Engels. Hij bij Al-Sadd is hij trainer geweest. Volgens mij vanaf 2019 tot 2022. Nu is hij al 2 jaar trainer van Barcelona. Hij heeft al in januari aangekondigd dat hij gaat stoppen na dit seizoen als trainer van Barcelona. Dus ja, dan blijft er een vacature over. En Ajax zoekt nog steeds een trainer die John van het Schip kan vervangen. En ik vind het helemaal niet zo gek als we bij Xavi Hernandez uitkomen. En ik zou het heel tof vinden, want Xavi was natuurlijk een grandioze middenvelder vroeger. In die toptijd bij Barcelona van tiki-taka voetbal. En groot voorbeeld voor alle spelers. En ik denk dat hij een ongelooflijk goede, grote en goede invloed kan hebben op de spelersgroep bij Ajax. Dat er echt wel iemand staat daar. En dat hij de spelers kan motiveren, kan disciplineren. En ja, het is natuurlijk een fantastische speler geweest, Xavi. En ja, ik kon het ook moeilijk geloven hoor, toen ik het zag op voetbalpremier.nl. Dat Xavi zou komen. Maar ja, ik moet er toch echt geloven. Want het staat ook in Spaanse bladen staat dat Ajax interesse heeft getoond. En dat ze via via in contact zijn gekomen met Xavi. En met een aanbieding zijn gekomen. En daar horen we waarschijnlijk de komende weken horen we daar nog veel meer over, jongens. Dus ja, maar ik dacht, ik moet het toch even kwijt. Want toen ik het zag, toen ik het las dat Ajax interesse toonde in Xavi en dat ze ook met zijn entourage al contact hebben gezocht. Toen was ik zo enthousiast en ik dacht van mezelf, nee, ik moet nu gelijk een filmpje hierover maken, want dit is zo tof, dit is te mooi om waar te zijn. En jongens, geloof me, toen Jordan Henderson werd gelinkt aan Ajax, toen dacht ik ook mezelf, ja, die gaat niet komen, die gaat naar Juventus of zo, of gaat naar Aston Villa of naar Middlesbrough, een club in Engeland. Maar hij is toch gekomen naar Ajax, hè? Hij is toch gekomen en hij heeft nog niet gerendeerd, hij is nog niet op zijn top. En hij heeft nog niet echt klas kunnen tonen bij Ajax. Maar ik heb alle vertrouwen in dat Jordan Henderson dat gewoon komende zomer gaat laten zien. En ik hoop dat hij blijft bij Ajax. Want ik vind het nog steeds fantastisch dat Henderson daar voetbalt. En dus sindsdien geloof ik in mirakels, jongens. En als Xavi naar Ajax komt, ja, dan ben ik even heel erg gelukkig. Dan, ja, dat zou ik echt heel tof vinden en zou ik ook zeker aanmoedigen. En jongens, vergeet niet dat Ajax en Barcelona, dat heeft een link met elkaar, hè. Bijvoorbeeld in het verleden heeft ook Gabri heeft bij Ajax gevoetbald. Ole Kerr heeft bij Ajax gevoetbald. En ja, in het verleden natuurlijk Johan Cruijff is naar Barcelona gegaan. Uiteindelijk Patrick Kluivert heeft er gevoetbald. Ronald de Boer, Frank de Boer. Ronald Koeman heeft er gevoetbald. Nou, in ieder geval heel veel spelers die met een Ajax-achtergrond die uiteindelijk bij Barcelona zijn terechtkomen. Dus zeker wel een verband tussen Ajax en Barcelona. En misschien dat Xavi, die een echte Cruyffiaan is, dat die ook wel eens iets heeft van ja, ik heb altijd wel verhalen gehoord over Ajax. Over de club Ajax. En
wij spelen ongeveer hetzelfde voetbal, Barcelona en Ajax. En ik zou wel eens een keer willen weten wat het allemaal inhoudt. En eens een keer willen proeven hoe het is om bij Ajax trainer te zijn. Dus, nou, hij is hartstikke welkom. Ik ben super blij dat, dat ik het heb gelezen in ieder geval. En mocht het niks worden, dan so be it, jongens. Dat hoort nou helemaal bij. Het is misschien een gerucht, maar ja, ik zou het heel tof vinden. Maar thanks in ieder geval voor het kijken, hè, jongens. Later, fijne avond. Doei, doei.